Maandag 2 oktober 2023, wandeltocht. West Peelroute, Uden, pet af, Uden. Dat allemaal vanwege het feit dat ik niet kan hardlopen. En waarom kan ik niet hardlopen? Omdat ik last heb van mijn Achillespees in mijn rechtervoet. Dat wordt al een stuk beter. Ik dacht vorige week, dacht ik dat ook. Toen dacht ik weer te kunnen gaan hardlopen. Toen moest ik mijn hardlooptraining, intervaltraining staken. Ja. En als ik niet kan hardlopen, dan ga ik wandelen. Het wandelen heb ik ook afgelopen donderdag gedaan. Toen kwam ik in het donker thuis. En als je denkt van ja, maandag 2 oktober moet die gozer niet werken. Had hij je daar niet over? Ja, dat klopt. Als wel zaterdag. Als maandag ben ik vrij ingeroosterd. Als zijnde een ingeroosterde vrije dag. Vrijdag was mijn officiële laatste vakantiedag. Goeiedag. En zaterdag ben ik dus ook, had ik dus ook een ingeroosterde vrije dag. 30 september en maandag 2 oktober ook. Dus dat betekent dat ik morgen ga beginnen met werken. En dan dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag werk van 6 tot uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. En dan ben ik volgende week zondag weer vrij. Ja, 2 oktober. Voelt aan als een zomerdag. Het was iets van 20 graden dat ik wegliep. Hier over naar huis. Zou oplopen naar 21, 22 graden. Dat is best wel warm voor oktober. Maar daar komt een einde aan. Nog niet zozeer deze week, maar wel volgende week. Want dan schijnt de temperatuur rap naar beneden te gaan, met name 's nachts onder de 10 graden. En dan wordt het wel aardig koud. En dan wordt het tijd dat als ik weer ga hardlopen, dat ik mijn lange broek tevoorschijn hou en een shirt met lange mouwen. En mijn jas natuurlijk. Maar goed, dat zien we dan wel. Ik heb mijn wandelschoenen aan, zoals je ziet. En je kan zien. Een korte broek. En dan heb je de korte mouwen. Geen wandelstokken. Gewoon zonder. Maar dat is hier ook niet echt nodig. Eigenlijk helemaal niet. Behalve als ik dan naar Limburg toe ga, waar ik een tijdje geleden was. De Maasduinen. Dan gaat het wel op en neer. Het voelt net alsof je
Een wandelroute loopt tussen Wessendorf en Brixen in Talen richting Fischerstadel, waar ik toen geweest ben. Heb je kunnen zien op de vlog van de laatste week, hè? Dat ik daar naartoe ben gegaan, gewoon lopend, samen met Sophia. Nou, Sophia is aan het trainen voor de Vierdaagse van Nijmegen van volgend jaar. Die wilde 30 kilometer gaan wandelen. Ik vind het knap, hoor. Ja, dat zijn evenementen, daar moet je toch wel goed voor getraind zijn. En dan kom je dan niet met de 7,2 kilometer die ik nu ga lopen. Want ik loop nu van huis af hier naartoe, dat is ongeveer 1,2 kilometer. Dan het rondje vanaf de Asseldonkweg. Helemaal rondom wat ik altijd hard loop en dan weer terug. Dat is 4,8 kilometer. En dan weer 1,2 kilometer naar huis toe. Nou, 1,2 kilometer keer 2,4 plus 4,8 is 7,2. Dus dat loop ik ongeveer. Ik heb niet de runkeeper aanstaan, want ik heb niet mijn hardloopschoenen aan. Wel mijn wandelschoenen. Die heb ik hier een uur gekocht, vlak voor de vakantie. Ja, hardlopen of wandelen zorgt toch ook voor de goede bloeding. En de goede mentale weerbaarheid. Dus ook je gezondheid is het sowieso heel goed, net zoals hardlopen. Ik denk er zo'n anderhalf uur over te doen. Dat is één acculading vol van een GoPro camera. Dat is iets meer, 1 uur en 50 minuten ongeveer. Maar dan ben ik al binnen. Ik zag op mijn kanaalcontent pagina van YouTube, waar ook maar allemaal video's worden weergegeven, dat er heel veel views waren. 10 views tot en met gisteravond. Van de tweede week van mijn nazomervakantie in Oostenrijk. En 25 views van de eerste week. De eerste week was het filmlengte ruim 3 uur. De tweede week was het iets meer dan 2 uur, geloof ik. Dat is veel, hoor. 5 uur aan filmmateriaal wat hier en daar een beetje de scherpe kanten van zijn afgeknipt. Vrijdag heb ik trouwens een afspraak met de voetspecialist hier in Uden, Penters Voetszorg. Daar ga ik vrijdag even naartoe. Die hebben, als het goed is, dan het medisch dossier van mij ontvangen. Van Willem van der Boogaard, mijn vorige voetspecialist in Purmerend. Ik heb bij hem een verzoek ingediend om het medische dossier van mij door te sturen naar Penders Voetzorg in Uden. Dus ze zullen het wel zien. Nou, ik weet hoe die procedures gaan. Er zullen een hele hoop vragen aan me worden gesteld. Ongetwijfeld. Fietsen aan, dat weet je. Het is warm, de zon scheen
Dat net nog wel, voordat ik wegging. Het is nu een beetje, ja... hoge bewolking, af en toe een blauw plekje. Ik ga ervan uit dat het niet regent. En zo ja, dan laten we het dan over ons heen komen. We zijn wel wat gewend. Hier wandelen. Zo. En morgen ga ik dit ook dan doen. Je moet toch in beweging blijven. Stilzitten, dat is eigenlijk geen optie. Maar zeker niet bij een persoon als ik. Want ik heb toch wel heel vaak de kriebels. Van als je te lang stil zit, te lang thuis bent, dan wil ik wat doen. Dat zit nou helemaal in de aard van het beestje. Daar kan ik niks aan doen. Het is nu bijna 14:15. Dus in principe moet ik gewoon rond... over ruim een uur klaar zijn. Dat is gewoon lekker dit. En dat wandelen heeft hem goed gedaan in Oostenrijk. In tegenstelling tot 2 jaar geleden, toen was ik nog herstelde van corona, kwam ik elke dag, elke keer als we weer 2 kilometer gelopen hadden, moest ik weer een kwartiertje uitrusten. Daar was nu absoluut geen sprake van. Dat is dus gewoon enorm op vooruit gegaan. Nou ja, dat hebben we ook met het hardlopen gemerkt. Aanstaande dinsdag ga ik wel met mijn hardloopschoenen lopen. Dus dat een beetje af. En donderdag ook. Dan ga ik toch even wandelen. Nou, we gaan hier linksaf de Lage Burgweg op. Dat die bus niet meer net voor ons voorbij kwam. Zo. Thank you.
Van de week hoorde ik nog de krekels. Toen ik terug naar huis toe liep, onder het fietstunneltje door. Dan hoorde ik vooral veel watervogels. Of daar. Bij de Leigraaf. Ja, dat is, hier is dat nog niet, maar de Leigraaf, dat is verderop. Het is daar ook, zo'n beetje. Dat zullen ze recht zien. Je komt ergens uit bij de Zuid-Willemsvaart, tussen Sertogenbosch en Veghel. Ja, ik blijf dit een schitterend mooi gebied vinden. Waar ik hardloop en wandel. Veel natuur en veel landbouw. Net opzij voor die vrouw. Ja. Nou, daar hebben we de Leigraaf. Achter die bomen daar al. Voor de bomen volgens mij. Ja, voor de bomen. Ja, zoals ik al zei, het is best wel warm.
normaal is het begin van de herfst. Hier heb ik een tijdje geleden ook nog gelopen, in de zomer. En daar en hier op het voetpad, het fietspad, hoe je het ook noemen wilt. Ik ben niet de enige die aan het wandelen is op dit tijdstip. Daar loopt iemand te wandelen. Daarachter komen fietsers aan. Ja. Even kijken wie er eerder zijn. Dat we ongeveer tegelijk bij die wandelaar aankomen. Ja, die fietsers zijn iets eerder. Volgens mij. Wij gaan eventjes langs de kant. De berm in.
Kijk, daar komt volgens mij wel wat aan, ja. Ja, fietsen. Maar die kan er gewoon langs hier. Nou, we zijn om ongeveer 2:30 vertrokken, dus een ruim een half uur onderweg. Nee, dat is een beetje moeilijk lopen zo. Ik wil lopen en tegelijkertijd omkijken, dat gaat eigenlijk niet. Nou, sommige mensen bellen helemaal niet, hè. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld wielrenners, die doen dat wel. En ik verwijs bijvoorbeeld naar Facebook, naar de Facebook-account van Frans Dekwits, een oud collega. Die post heel vaak filmpjes, ook op zijn YouTube-kanaal. Kun je ook zoeken naar Frans Dekwits. En dan zie je heel vaak dat als hij mensen passeert, wandelaars, fietsers, ruim daarvoor geef je al een paar keer een tik op zijn bel. Met andere woorden van jongens, kijk uit en kom eraan. Kijk, zo hoort het. En dat je het eens een keertje vergeet, ja, dat kan het beste gebeuren natuurlijk, maar zo hoort het wel. Gewoon van tevoren bellen, zoals Frans doet, en laten weten dat je eraan komt. Ja. Nou, hou je rekening met elkaar. Zo. Ja, er komen weer fietsers aan. Je hoort ze al. Ja.
Ik voel tot nu toe helemaal niks van mijn Achillespees. Dat was afgelopen donderdag nog wel het geval. Nadat ik dinsdag had geprobeerd om een intervaltrainingje te gaan doen. Dus hopelijk blijft het weg en dan ga ik gewoon dinsdag en donderdag in ieder geval wandelen en volgende week zondag. En daarna kijken we het wel eventjes, dan ga ik het gewoon even proberen. Ook even kijken wat de voetspecialist zegt aanstaande vrijdag. De voetspecialist zei in permanent dat je gewoon kunt hardlopen op een bescheiden tempo. Nou ja, we zullen het wel zien. Het is in totaal, zoals ik al zei, 7,2 kilometer. De helft is dus 3,6. Simpel rekensommetje. En ik heb er nu ongeveer 3 kilometer op zitten. Wat van het begin van het fietspad. Beginpunt waar ik hardloop, het einde van het fietspad onder de A50 richting het einde van het fietspad waar ik net ben geweest, dat is 1,6 kilometer. Nou, van huis naar het beginpunt waar ik ga hardlopen is 1,2, is 2,8. Nou, ik heb er nu zo'n 200 meter erbij gelopen, 3 kilometer. Dus aan het einde van deze weg zit je ongeveer op, ja, 3,3. En dan nog 300 meter de Karpendijk op, dan zit ik op de helft. Nou, dat is over ruim 10 minuten. Dan hebben we al 50 minuten erop zitten. En zo ben je lekker bezig. Gaan we nog meer mensen aan? Aan de kant gaan. Het is het makkelijkste wat je kan doen. Je kan makkelijk de berm in lopen. Zeker met die wandelschoenen. Ja. Zo komen we in het plaatsje Bedaf, bij de Bedafse bergen. En vandaag is het ook precies een jaar geleden dat ik een rondje van 10 kilometer liep. Purmerend Zuid, Laag-Holland, gemeente Landsmeer. Purmerend Zuid of zoiets, ja.
Purmerend en dan Purmerend Zuid weer. 10 kilometer. Ik zat het gisteren nog even te bekijken op Facebook. Dan krijg je op een gegeven moment, de verhalen worden opgeslagen in de database van Facebook. En dan krijg je elke keer onder regelmaat van de klok, met de regelmaat van de klok, zo'n melding van verhalen van een jaar, twee jaar geleden of zo, te delen. Soms doe ik dat, soms niet. Maar deze vond ik wel even leuk om te delen. Nou, dan gaan we hier ter hoogte van Bedaf. De Bedafse weg. Dan gaan we de Karpendijk op. Bedafse weg is daar. Dit is de Karpendijk. Lekker om te wandelen. Even kijken hoeveel graden het nu is. ...23 graden, oplopend naar 24. Dat is best warm. Voor de tijd van het jaar. Het is oktober. En niet juli of augustus. Of misschien nog een beetje september. Ja, dat is bizar dit. Ik zag gisteren al zo'n melding op Facebook van Helga van Leuren, de bekende weervrouw van RTL4. Die zei ook al, het is best wel warm voor de tijd van het jaar. En die gaf dat ook aan, met diverse weerkaarten van Nederland. En ik zat gisteren Spaans voetbal te kijken. Atletico Madrid tegen Cadiz. Zij ziet de Vos ook. Het was vandaag in Cadiz of zoiets 38 graden en in Madrid misschien 34. Ja, dat is best wel warm. Het zijn zomerse temperaturen, ook in Spanje. Niet in oktober, maar in de zomer, juli, augustus. Dat was volgens mij toch wel iets gaande hoor. Om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, geniet hier van het uitzicht. Dat is die kant op de Bedafse bergen. Fletcher Hotels. Klimpark Ude. De Masworp. Noem het allemaal maar op.
Goeiedag. En zo. Ik denk dat we zo op dat verhogingetje staan, dat we ongeveer op de helft zitten. Een kleine beeldje hier ook, het fietspad wat ik aanwijs. Ja. Hier is ongeveer. Even wat drinken. Lekker. Hey, ik ook. Lekker boy. Mimi, hoe gaat het? Ik ga allemaal naar huis toe. Dan komen we zo af. Hoi hoi! Dat is toch ook wel leuk, hè? Zit je dag zeggen. Geweldig. Ja, wandelen is heerlijk. Absoluut. Nou, dan gaan we daar een beetje omhoog, daar verderop. Dat is een klein beetje klimmen. Nou, dat zijn we wel gewend in Oostenrijk. Ja, deze route is dus, zoals ik al eerder zei, te vergelijken. Dat heb ik ook tegen Sofie gezegd. Sofia, met de route tussen Westendorf en Priesimentale. Priesimentale Westendorf. Op. Naar beneden en op naar beneden. Dus dit ook, dat is iets minder op naar beneden, maar het komt wel een beetje op hetzelfde neer. En jij hebt de camera. Ja, ik heb een camera op, ja. Ik maak een vlog. En dan... nou fijn, ik... Even wachten. Hoi hoi, ik zeg altijd maar zo, kijk naar mijn vlog van vorige week betreffende de route van Westendorf naar Priesimentale en weer terug, dan weet je het wel, ik heb die route 2 keer gelopen. Thank you.
voel nu al dat ik een beetje ga klimmen. Ah, een spinach heet. Een spinach. Wat ik wel eens eerder zei, je ziet hier vlakbij de luchtmachtbasis Volkel. Dus regelmatig gebeurt dat er vliegtuigen voorbij vliegen. Nou, dit is dan geen gevechtsvliegtuig, maar een burgervliegtuig. Die zou waarschijnlijk richting Maastricht-Aken Airport gaan. Vermoedelijk. Dat is bij Maastricht dus, Zuid-Limburg. Dat is logisch. Of naar Luik, dat kan ook nog, hè? In België. Ja, je voelt echt wel dat je nu een beetje aan het klimmen bent. Dat is wel heerlijk hoor. Dan mag je lekker bezig zijn. Het is nu 3:10. We zijn op een paar minuten na een uur bezig. Want er komt nog dik een half uur bij. En nu schijnt het zonnetje weer. Ik heb toch even wat zonnebrandcreme ook gedaan voor de zekerheid. Ik zei nog net al in oktober dat het behoorlijk warm is. Maar ik kan mij nog de jaren 90 herinneren. Volgens mij is het 2 keer toen in oktober echt warm geweest. Zoals dit. En dat ik met mijn kennis René Lakenman naar een amateurwedstrijd ben geweest. Ja, van Purmerstein tegen de Valken kan ik me herinneren. Ergens in 1995 of zo, of 1996. Toen was het ook al zo warm. Alleen toen was het minder frequent als dat het nu is.
Ja. Nou, daar helemaal verderop. Eerst heb je de kamer weg. Rechtsaf dus. Maar dan gaan we nog even een meter of 300 verder lopen. Dan gaan we naar de Schouwstraat toe. Dan gaan we daar rechtsaf. Via de Schouwstraat en de Asseldonkweg. En dat lopen we zo weer uren in richting mijn huis. Ja. Dat is de snelweg daar, de A50. En daarvoor heb je dus de Schouwstraat en de Asseldonkweg. Een soort vetweg. Nou, we gaan niet de kamer weg op, maar we lopen dus rechtdoor, maar we mogen duidelijk zijn. Je moet toch de boel even een beetje volpraten. En dan herhaal je jezelf af en toe wel eens een keer. Nou, ik denk dat ik nu iets van 4,2 kilometer op heb zitten. Dan heb ik nog zo'n 3 kilometer te gaan. Nee, ja, 4,2, daar heb ik nog inderdaad zo'n 3 kilometer te gaan. Ik zei het wel goed. Dat wordt toch echt een dagje ouder hoor. Jongen, jongen, jongen zeg. Ik denk dat er wel iets meer is. 4,4 of zo. Nou, wat wordt er te doen? Daar hebben we de kerk. Nou, schuin ervoor. Links schuin ervoor, zeg maar. Daar woon ik. En hier is nog bevestigd de Karperdijk.
Nou, daar, bij die kruising, die T-splitsing, gaan we naar rechts dus. En dan is het nog ruim 2,5 kilometer. Dus dan heb ik er ongeveer 4,6, ja 4,7 of zo heb ik erop zitten. Dat was er daar iets van 4,4. Dit is trouwens het buurtschap Loo. En dan heb je verderop nog het buurtschap Rakt, richting Nistelrode. Het zijn allemaal van die hele kleine dorpjes, net zoals Bedaf is ook zo'n buurtschap. Ik noem het een buurtschap, sommige mensen noemen het een gat. Of een gehucht. Ik noem het gewoon een buurtschap, dat vind ik een netter woord. En hier gaan wij rechts af. Mijn fiets eraan. En die wat hij gaat doen, die gaat er recht door. Dus die kom ik niet tegen. Ja, als je zo 's avonds loopt, als het bijna donker is, dan is het best wel vervelend. En je zit heel vaak achterom te kijken of er niks aankomt. Zeker hier ook. Overdag heb je dus daglicht, dus overzicht. Dus ik denk dat ik morgenavond, begin van de avond, rond een uur of 6:30, 7, dat is tenminste het streven om dan weg te gaan, om dan te wandelen. Zeker rond een uur of 7:30, 8 uur thuis komt, dan is het al redelijk schemerig. En dat ga ik dus inderdaad met de hardloopschoenen doen, dat zei ik al eerder. Dus dan ga ik dat ook noteren via Runkeeper. Dus komt het ook op Facebook, Twitter, Pinterest en noem die hele shit zo maar op terecht. Dus dan kun je het altijd wel weer terugvinden. Op alle social media kanalen van mij vind je dat terug. Behalve, nou, niet alle, behalve op YouTube. Want ik maak er geen video van. Zo kan je ook Uden binnen lopen. Dan ga je naar Bitswijk. Uden Noord. Het is beter als ik zo ga lopen dan het volgende fietspad onder de A50 neem. Want dan is het maar een kilometer ongeveer van mijn huis af. Iets meer.
Zo. Het lijkt wel alsof de sloten ook nog steeds behoorlijk droog zijn, voor zover ik het kan overzien. Ja, die zijn behoorlijk droog. Het warme en vaak ook droge weer. Zeker een uur en 10 minuten onderweg. Ja, dat is een voetbalclub, FC Racht. Daar zijn de voetbalvelden van FC Racht. En hier nog FC Uden en Udi 19. Zo, je hebt haast. Die motorrijder. Daar komt een hardloper aan. Van de boot. Is het niet eens? Nee. Ja, dat hoop ik ook weer binnenkort te gaan doen. Ik ben trouwens wel toe aan nieuwe hardloopschoenen hoor. Dus binnenkort ga ik ook wel naar Runnersveld in Eindhoven. Om daar nieuwe hardloopschoenen te kopen. Er zit trouwens, dat heb ik al lang bekeken, tegenover het Philips Stadion van PSV. De Mathildelaan in Eindhoven. Dat is in het centrum dus. Ja.
Zo. Ja. Nou, hier zijn we ze ingegaan, in het begin. Zijn we daarin gelopen en dan komen we nu terug. En we gaan daarheen. Als ze even aan deze kant lopen. Zo. Maar hij komt niet hier naartoe, volgens mij. Trekker. Zo. Mijn supporters, de honden. Die andere honden dan net in de Broekstraat, die hielden. De honden zijn mijn supporters, zoals ik al zei. En de honden in de Broekstraat, die hielden ze koers, of die waren er gewoon niet. Dat kan ook. Ja, de GoPro is ermee gestopt. Die hield het na dik anderhalf uur voor gezien. Ja, meer dan anderhalf uur, denk iets van 1 uur en 45 minuten of zo. Dus doen we het even met de telefoon, het restant filmen. We maken de vlog toch eventjes af, ja toch?
Dus we gaan wij richting het fietspad. U die inlopen. Ja. Daar zijn we dan. Daardoor dus moeten we erin. Dan gaan we onder de A50 door. Niks aan. Daar ook niks aan. Nu wel. Maar geen fietsers. Ze kunnen zo doorlopen. Zo, fietsen op het tunneltje Moleneind. Dat wist ik dat het zo heette, want ik kom hier regelmatig langs, dus zoals jullie weten. Ja, daar in de tractor ging al langs. Ik dacht van wat is dat nou? Maar het was een tractor. Dat kon je net niet zien. Ja. Nou, nog zo'n 10 minuutjes en dan zijn we thuis. Ja, ik kom dus daar vandaan. Waarschijnlijk ergens opgedrukt. Ik loop dus nu alleen naar straat in. Kijk, gebeuren. Er zijn allemaal mensen. Ja, ik kan ook hierin lopen. Ik wil altijd even lekker uitlopen. Even een langere route dan even lopen. Het is in feite een beetje omlopen, maar goed, maakt het uit. Zo.
lekker wandelen. Morgen weer beginnen met werken na drie weken vakantie. Ruim 3 weken vakantie. Eigenlijk als je die ingeroosterde vrijdagen van zaterdag en vandaag meetelt. Ja, goed. Het geld moet toch verdiend worden om het uit te geven, toch? Hierin. Zo. Ja, mijn vingers zitten gewoon voor. Sorry, excuses voor het ongemak, dat wist ik niet. Als je zon erop schijnt, dan zie je dat niet. Dus nogmaals, excuses voor het ongemak. Doe ik het dan maar even met de rechterhand. We zijn het er net ook al gehad, maar toen kon ik het niet zien. Omdat de zon op mijn beeldscherm scheen. Zelf moet in praten. Want het ging best wel lekker, dat wandelen. Bassijnstraat, dus de Arzin de Annastraat gehad. Kerkakkerstraat, dan krijgen we nu de Smitsstraat. En dan de Roosestraat. Wel. Dit is dus de Roosestraat. Er zit ook een restaurant en een terras. Restaurant Jambon. De hoek van de Helenestraat en de Kerkstraat. En dan gaan we daar rechtsaf de Kerkstraat in. Hier de kerkstraat in.
En we gaan rechtsaf de Petrushof op. Zo, en daar is het eindpunt. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken van deze videovlog. Last but not least zeg ik bye bye. Zwaai zwaai over onze vriends. Laters. Tjus. Doei doei.